Mijn naam is Jan Mooms, ik ben 43 jaar, ik ben zelfstandige van beroep en gemeenteraadslid voor N-VA in IJsselstonden-Berg sinds 2 jaar. Ik kom op voor N-VA voor de volgende verkiezingen voor, voor het Europese parlement op de 6e plaats. Dus wat Europa betreft denk ik dat we moeten streven naar een eurorealisme. Dus niet echt de eurostaat waar Guy Verhofstadt voor opteert, maar eerder een staat die beperkt wordt in zijn bevoegdheden. Wel een aantal essentiële bevoegdheden, zoals een budgettaire monetaire unie, misschien defensie, maar niet alle bevoegdheden waar ze op dit moment zich toe eigenen. Maar het begint natuurlijk ook hier in Vlaanderen en ik denk dat het daar ook duidelijk is dat er structurele veranderingen moeten komen. Als we de welvaart en het welzijn voor onze kinderen willen veiligstellen, als we de pensioenen willen laten blijven betalen op termijn, dan moeten we net zoals onze naburige landen structureel hervormen met een aantal knopen die we zullen moeten doorhakken, zoals inderdaad in de werkloosheidsuitkering, in de loonkost en die toch heel, heel belangrijk is naar onze bedrijven toe, die jobs, waardoor er jobs kunnen gecreëerd worden en het zijn alleen die jobs die bijdragen tot deze welvaart en welzijn en die op termijn inderdaad die pensioenen betaalbaar maken.